Vandaag verkennen we een verlaten brandweerkazerne in Oost-Duitsland en voormalig DDR-gebied. Een avontuurlijke blik achter gesloten deuren. Welke geheimen liggen hier verborgen? De verweerde muren verluisteren over moed en mysterie, terwijl we ons afvragen wat zich hier heeft afgespeeld. Onze nieuwsgierigheid drijft ons verder, terwijl we de waarheid achter deze tijdloze locatie proberen te ontrafelen. Yo beste kijkers van Lost Buildings. We zijn vandaag helemaal afgereisd naar het DDR-gebied in Duitsland, Oost-Duitsland ook wel genoemd. En we gaan vandaag een verlaten treinstation exploren. Dus ik ben heel benieuwd wat we te kunnen vinden en wat de geschiedenis ons gaat vertellen. Wat we kunnen vinden over de geschiedenis hier. Let's go! Zoals je ziet is het gebouw al flink ingestort. Tenminste zien wij hier. Ja, er is weinig van over in dit plek. Wel een of andere bak van iets. Oven. Ja. Dat wil ik zien. Ja, ik ook. Misschien. Ik ruik. Is hier brand geweest? Ja. Ja. Het plafond eens kijken. Ja. Hier. Ja. Oh, die werkt goed, zie je. De nieuwe zaklamp. Ja. Het is niet zoveel zoet. Oeh, wat fel ding nu. Nee, maar dit is toch, zie je toch wel dat dit een soort van, ja, in ieder geval iets van een oud treinstation achter iets is geweest. Nou, dat zie ik hier nog niet. Met per uur. Die kwamen waarschijnlijk de mensen die hier werken, die kwamen hier binnen. Nog geen rails aangetroffen? Nee. We gaan even om het gebouw heen lopen. Nou, misschien treffen we dat zo meteen wel aan. Daar is verder niet zoveel te zien. Hier is brand geweest in deze vleugel. Ja. We gaan helemaal naar Zowat naar Berlijn toe. Gaan we nou ook hele gave DDR-locaties voor jullie filmen. Dus ja, blijf natuurlijk zeker kijken. Dan ga ik niet naar binnen.
Wat is dit precies? Weet ik niet, ik dacht een soort van put. Maar... Ja, het lijkt een grote regenput. Maar daar zit puin in. Geweest. Dat is wel een. Zeg maar. Oeh. Twee handen vol, wat doen we dan? Ja, dat is wel een... Ja, echt. Wat is dit dan? Ik heb nog niet gezien met de camera wat er is, maar... Ja, kelder. Zo. Kijk, dit zijn opslagplaatsen. Rekken. Wat interessant. Zo'n aardige meterkast. Hallo? Glaswerk en banden, wat is die hier? Ja. Nee, is niet. Hier is een lift. Zie ik. Zo, dit is meer een goederenlift. Ja, ja. Stop. 1, 2. Ze hadden 2 verdiepings. Klopt wel, want dit was de kelder. En 2 was een bovenverdieping. Ik heb het al één keer gezien. Ja, daarom. Ik vind het toch wel een interessante locatie hoor. Ik wil weten wat het is voor. Het is echt een klein station. Maar... Aan de andere kant gaat het nog heel ver door. Daar? Nee toch? Ja. Wow! Ja. Dit was een keuken. Ja, maar je ziet wel die afzuiginstallatie, ja. Ja. Ik denk dan dat ze hier dan toch koopten. Gigantische opslag voor water, eventueel. Ja. Of andere chemische goederen. Ja, het is toch wel erg gaaf om mensen dit. Je ziet hier ook hoe hoog het hier ook gewoon is. Hè? Is dit een diepe put? Ja, kijk, maar helemaal naar beneden. Het is wel een ladder naar beneden. Maar wat de functie ervan is... Waar dat dan helemaal heen staat, geen idee. Ik heb misschien straks met de drone even... Kijken, ja, hoe groot het echt is. Ja.
Oké, beste kijkers van Lost Buildings, dit was de aflevering weer. Een verlaten, ja, treinstationachtig iets. Misschien iets van een brandweerkazerne. Wij weten het niet helemaal. Als jij het weet, laat het dan vooral even in de reacties achter. Want ik ben heel benieuwd wat jij denkt dat dit geweest is. Maar we zien jullie bij de volgende locatie. We nemen jullie ondertussen mee op trip. Later. Terug.